Uw presentatrice op dit moment is Els van de Spaarnammer Buurt. Ik kom even invallen in de Staatsliedenbuurt. Maar ik wil heel graag weten, hoe gaat het met de razende reporter uit de Staatsliedenbuurt? Nou, het is inderdaad een gekkenhuis geweest de afgelopen tijd. Want er is enorm veel gebeurd. Bijvoorbeeld het MC-theater, het multiculturele platform voor urban art lovers, die is failliet verklaard afgelopen dinsdag. En de Westergasfabriek BV en de gemeente, die hebben in 2010 miljoenen euro's hieraan uitgegeven. Toen zijn de deuren opengegaan. In januari 2013 hebben ze een zogenaamde uitstapsubsidie gekregen van 2,5 miljoen euro. Is nog niet genoeg geweest. Blijkbaar is het publiek onvoldoende komen opdagen. Ik heb ook begrepen dat daar problemen zijn met mensen die gedwongen in dienst gehouden moesten worden. En er is een rechtszaak geweest met de horeca uit Baden. Er zat ook een restaurantje bij. Die hebben ze verloren. Nou ja, dus dat geld is op. En helaas een prachtige plek tussen de Polonsokade en de Pazanistraat is ook weer verleden tijd geweest. Dat is één ding. En verder heb je Sparendammer Tunnel. Is er net een presentatie geweest in Strandwest. Daar was een bouwondernemer, Max Beugel, die daar voor 50 miljoen een tunneltje van 850 meter gaat aanleggen tussen de Tasmanstraat, Spaarndammerdijk, of eigenlijk tussen de Bontekoestraat in Oost-Zaanstraat. En het merkwaardige was dat ik op de tekeningen daar zag dat boven de tunnelmonden, hè, dus waar de auto's eruit komen, dat daar een hekje gemaakt is boven van 1,20 meter. Het is een plek waar voetgangers kunnen komen, dus spelende kinderen of mensen die zich van het leven willen beroven. Lijkt me niet veilig, maar goed. Ze wisten dat met de mantel der liefde te bedekken. In die zin van, ze hebben het een bepaalde vormgeving gegeven. Een waaierhek wordt het, dus het loopt een beetje naar de buitenkant, zodat het heel moeilijk er overheen klimmen is. En in die zin zou dat dan weinig schade kunnen berokkenen. We zullen zien. In 2017 staat dat. En zo hebben we nog weer last gehad van stoepfietsers. En er staan op dit moment, als wij praten, een aantal auto's geparkeerd op de stoep in de Van Beuningenstraat. Kunnen de mensen ook niet langs. Waar zijn de handhavers? Ja, die zien we niet. Misschien kunnen we die een keer uitnodigen. Gekke Gerrit, de nieuwe dumpsupermarkt in Spaarndammerstraat. Ja, Gekke Gerrit. Die is net een week hier open of twee. Wat is het idee achter Gekke Gerrit? Gekke Gerrit is eigenlijk een tak van de C1000 supermarkt. En er is een ondernemer uit Wageningen, die heeft dit bedacht. En die probeert nu op 20, 30 plekken in Amsterdam een dumpsupermarkt te beginnen. Dat is eigenlijk een supermarkt tussen de gewone supermarkt en de voedselbank in. Dus het zijn allerlei restpartijen. Dus je hebt de hele winkel vol met pindakaas of met Multifit of met rolletjes King. En die kan je dan voor een paar centen kopen. Ik ben daar geweest op de dag dat het open ging. Ik heb daarvoor 79 cent echt een tas met fruit gekocht. Nou, ik sprak daar een jongen die daar al 30 jaar in de buurt woont. Die ging naar Gekke Gerrit om kattenvoedsel te halen. En die klaagde al over het feit dat in de eerste week het assortiment niet genoeg wisselde. Dus dan moest hij nog naar de Spar op de Albert Heijn. De buurt is dus nog steeds bruisend. En er gebeuren iedere dag gekke dingen, leuke dingen en vervelende dingen. En we houden de vinger aan de pols.